Na één na keer snuiven was, ik, was ik, het uh, ja, bij mij gebeurd. En toen werd mij, uh, gezegd, tegen mij gezegd: van, Joh, We kunnen de problemen oplossen als je naar Isla Margarita gaat om uh, twee kilo ook te halen. Dit, ligt, dit is op mijn pad, op mijn levenspad, dit ga ik doen. En toen werd, ik, uh, werd er op mijn schouder getikt. En ik hoop: uh, Komt u mij En ik vertelde haar dat ik tien jaar had gekregen. En ik hoorde haar aan de andere kant van de lijn breken. Die vent heeft een revolver in zijn hand. Zo'n glimmende revolver. Die, die vindt die nee, dat mobzend. Ik, <laughs> ik geloof het boven niet. gewoon. De gevangene. De gevangene. Ik ben bij de 32e moord ben ik gestopt met tellen. Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden: verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken. of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris. en dit is. Held een eigen verhaal. De 36-jarige muzikant Peter gaat in het jaar 2000 gebukt onder een enorme schuld. als gevolg van zijn verslaving. Om zijn problemen op te lossen, laat hij zich verleiden om een pak cocaïne te smokkelen. van Isla Margarita naar Amsterdam. Hij wordt opgepakt, veroordeeld. en ja, moet gaan overleven. in de gevangenis in Venezuela, San Antonio, waar bendeoorlog heerst. waar je slachtoffer kan worden van. Ja, toch wat gebrek aan, aan basale zorg, um, moord uh, geweld. Niet echt een hele prettige omgeving. En vandaag ziet de gast in de podcast. Welkom. Dankjewel. Um, ik ga ook gelijk aan het begin, dacht ik, even een kleine disclaimer maken. Dat deze podcast heen natuurlijk helpt een eigen verhaal. Ja. Dat ik natuurlijk het, het drugsmokkelen niet, ja, dan niet goedkeur. Maar dat ik het jou wel wilde uitnodigen, omdat ik het wel heel inspirerend vind. Hoe jij nu je verhaal vertelt en ook, uh, nou ja, ook de gevolgen van verslaving het veel over hebt. En ook hoe het leven daar in de gevangenis is. Um, dus ik vond je wel een hele interessante gast om... Uh, om te hebben. Wat was de situatie en ja, wat bewoog jou uiteindelijk om die keuze te maken om, om cocaïne te smokkelen? Heel kort door de bocht ja. uh, uh, raakte ik uh, in contact met uh, mensen heel dichtbij mij die uh, cocaïne gebruikten. In die tijd uh, dronk ik ook heel veel. En ondanks dat ik er iets tegen had, uh, heb ik op een avond met behoorlijk wat alcohol opgesloten besloten om uh, het te proberen. Mm -hmm. En ik was eigenlijk meteen verkocht. Ja, meteen verslaafd ook? Ik was meteen verslaafd. Ik, okay. het, ja, ik, um, ik heb een verslavingsgevoelig uh, uh, DNA, zeg maar. Ik ja. heb uh, verslaving in de familie. Um, inmiddels weet ik dat, dat dat is een eigenschap die je hebt of niet. Ja. Um, uh, nou ja, en ik was eigenlijk verkocht. Meteen. Na één na keer snuiven was ik uh, was bij uh, ja, mij gebeurd. Weet je nog hoe oud je toen ongeveer was? Uh, ja, nou ja, ja, dat weet ik. Uh, begin 30. Ja, ja. ja want je kan inderdaad. In de, in de muziekwereld kan ik ja, wordt er ook veel drugs gebruikt. Ik moest niks van hebben. Nee. nee. Ik bleef wel te ver vandaan. Ik heb wel altijd van jongs af aan heel veel gedronken. Mm -hmm. Maar uh, dat zag ik niet als een gevaar. En overigens zag ik de cocaïne ook niet als een gevaar. Uh, toen ik zelf ben gaan gebruiken. Uh, nu werd ik beter, natuurlijk. Ja. En ik, uh, ik raakte inderdaad, uh, ik ging gaten met gaten vullen en ik raakte steeds dieper in de problemen. En ik ben uh, uh, geboren in Mexico en ik heb langere tijd in, uh, in Colombia gewoond als kind. Yeah. En, uh, ik ben zeg maar native speaker Spaans. En de dealers uh, hier in Amsterdam dat waren Colombianen en daar raakte ik mee bevriend. En die vriendschap leidde ertoe dat ik uh, drugs op de pof kreeg. Mm -hmm. Dus ik hoefde niet meteen te betalen. En elke maand als ik weer geld had, dan waren zij de eerste die, die van mij geld kregen. Want die stroom moest blijven stromen. Ja. Bovendien wilde ik geen problemen natuurlijk. Dat nee. zijn geen gezellige mensen. En uh, um, dus ik vulde gaten met gaten. En op een gegeven moment uh, lukte dat niet meer. Dus geen geld lenen. Het werd van kwaad erger. Ik was depressief. Een mm -hmm. relatie ging uit. Ik had allerlei projecten waar, ik, waar die mislukten. Ik had... Niet leren omgaan met, uh, met teleurstelling, met, 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 met. Ik kende mezelf niet. Ja. Had niet leren omgaan met, met verdriet, met pijn, met die, met die emotie. Het enige wat ik kon was het verdoven. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment was het zo erg uh, dat, ik, dat ik eigenlijk gewoon in een soort waas leefde, continu. En toen werd mij, uh, gezegd, tegen mij gezegd: van, joh, we kunnen de problemen oplossen als je naar Isla Margarita gaat om uh, twee kilo kook te halen. Dat was ook ja. het doel van de reis? Jazeker. Maar, maar dan, ja, de verslaving was en de schulden waren dusdanig erg... dus dat dat de enige uitweg was op dat moment. Dat dacht ik, ja. ja. Want wat zou je daar dan voor betaald krijgen? Of? Dat weet ik niet meer precies. Ik weet het, het, dat het uh, voldoende in ieder geval om mijn schulden af te betalen... en dan hield ik nog een beetje wat aan over. Ja. Heb je dan getwijfeld? Nee, nou, eigenlijk niet. Nee. 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 En waarom niet? Omdat zij deden alsof het heel makkelijk was? Of? Ja. Okay. ja, het was een waterdicht verhaal. En ik was ontzettend naïef ik geloofde dat wat zeiden ze dan? Nou ze zeiden tegen mij het is het zit in flessen en het is vloeibaar het is het is onherkenbaar als zodanig. Oké, okay. ja en nou ja de, de waarheid bleek dat het geen flessen waren maar pakken met uh, ja het is, een, het is echt een bizar verhaal. Ja want je komt dan aan daar om, om het op te halen of hoe ja. gaat dat dan voordat je de ik kwam aan daar en toen uh, um, ik heb daar een week in een hotel uh, uh, ben ik, ben ik verbleven. Ja. <laughs> En de tweede dacht ik, er was of, heb ik uh, contact opgenomen met Nederland dat ik er was. Ja. En toen zeiden ze tegen maar, oké, okay, bel over nu terug. Het dat ging nog in die tijd nog allemaal met mijn telefooncellen. Uh, dat heb ik gedaan. En toen zeiden ze zeg maar, oké, okay, daar en daar en daar moet je heen zo en zo later. Dat was dan bij de McDonald's en uh, ga daar zitten en uh, daar, daar komt iemand naar je toe. Doe, ik had een, een blauw uh, uh, petje bij me zet het op ze. Dat had ik van tevoren dat, dat meegegeven. Dan weten ze wie jij bent. Mm -hmm. En ja, dat heb ik gedaan. Ik ben naar die McDonald's toe gegaan. Ik ben daar gaan zitten. En inderdaad uh, kwamen daar twee uh, kwam tweetal mannen binnenlopen. Met uh, twee boodschappen, Ja. En dan is er eigenlijk geen weg meer terug, toch? Nee. Of had je op dat moment twijfels? Ja, maar ik was eigenlijk, achteraf gezien, wist ja. ik dat het niet goed zou gaan. Ja. Dat was een soort. Een soort je hoort het wel eens vaker van mensen die, 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 die weten dat dit gaat fout gaan, ik doe het toch. Ja. Ja. En, en, en in hindsight, ik, weet, ik wist eigenlijk van begin af aan, wist ik, dit gaat fout lopen, maar dit is iets wat ik ga doen. Dit ligt dit is op mijn pad, mijn levenspad, dit ga ik doen. Dus ik heb dat in ontvangst genomen en uh, ik heb dat in, in een kluisje gestopt in, 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 de, in een hotel. En ik heb nog drie dagen gewacht tot het vliegtuig uh, weer terugging en uh, terug naar het vliegveld. En, uh, ik had, het waren twee pakken. Mm -hmm. Met in elk uh, 3,5 liter ja. <laughs> uh, uh, Colombiaanse kwaliteitswijn. Oh ja. Van die kartonnen, van die kartonnen dozen met zo'n met zo zo tuutje eraan. Ja, met, ja van, die, van die, goed, die hele goedkope wijn. Van die ja. hele goedkope. Welke, welke biel neemt ja. dat mee vanuit Colombia? Ik bedoel, ja. Argentinië oké, okay, of Chili ja. weet je wel, maar vanaf Colombia. Nou ja. Ja. Alleen, alleen dat al was gewoon bezopen. Ja. Maar, dus, maar daar hadden ze dus niet in, in vloeibaar ingedaan? Nee, dat zat, dus in die zakken zit een, in, in die pakken ja. zit een zak plastic zak met wijn. En in die zak... daar zat per pak één kilo cocaïne. Ja. En had je het in je handbagage? Ja. Oké. Okay. En dan besluit je... Of Nee, nee, nee. nee nee Ik had een sporttas bij me... waar het in zat. Ja. Maar dat, uh, je checkt het in, in... in het ruim? Of in, ja. ja. Ja, in het ruim ja, wel. Ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja. Hoe ga je dan... Hoe check je die tas in? Heb je, zit ja, dan je hartslag de, 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 hier? Ja, of, zit, ja? ja, daar. Ja. En, 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 en ik was... Eigenlijk had ik het achteraf willen zien op film. Weet je. Want waarschijnlijk was het aan alle kanten te zien dat er iets niet klopte. Oké. Okay. En ik heb het vermoeden dat, uh, dat, uh, dat ze me verlinkt hebben, want de deal was twee kilo. En uh, in de, bij de McDonald's uh, kwamen ze aan met vier kilo. Okay. En ik heb daar gezegd: dat doe ik niet, dat is niet de deal. En ik had nog wel tegenwoordigheid van geest om. En ik was, maakte me geen moment zorgen over daar gepakt worden. Dus, Venezuela was toen en nog steeds een van de corruptste landen ter wereld. met uh, Pakistan daarvoor, of uh, ja. ik wil niemand beledigen, maar in, in die orde van, uh, van, uh, van uh, heel erg corrupt. Dus ik dacht, dat komt wel goed. Maar in Nederland natuurlijk niet. Nee. En ik had, ik had uitgezocht dat je met in die tijd, ik weet niet of het nog zo is, maar met 2 kilo, zonder antecedenten, in Nederland een voorwaardelijke straf krijgt. Aha, dus er was wel een beetje dus in je hoofd van... Dat stukje ratio had ik nog van... Toen ze zeiden 4 kilo, had ik nou, dat was de afspraak niet. En inmiddels en ook achteraf met wat ik van de voor, voor verhalen hoorde uh, eenmaal in de gevangenis. De winstmarge is zo ontzettend groot dat is, en als één iemand gepakt wordt met twee en dan gaat iemand anders met twee kilo door, dan is dan is er nog voldoende om uh, uh, om winst hun, te maken. Om winst te maken. Ja. ja. Dan uh, check je dus je bagage in, dan ga je door de douane heen rechtstreeks aan de bar, want het ja. was mijn één ding wat ik wilde, was een rumcola. Ja, om een beetje jezelf. Om die stress weg te werken, ja. ja. En ik, ik had, ik, 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 dat lukte niet nee. voordat ik daar kwam. Uh, maar nog steeds geen twijfel, toch? Ja, daar was je mee bezig. Nee, dat was gewoon dat, je doel waarschijnlijk. Ja, dat was ik, ik, dat, dat, dat was, als ik daarover had nagedacht, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Dat, dat was nee. gewoon, dat, dat was niet aan de orde. En dan? En toen werd ik, uh, werd er op mijn schouder getikt. En ik roep, man, uh, komt u mee? En toen ben ik meegegaan. En dan voel je jezelf. Ik wist, waarschijnlijk, meteen, ik wist ja. toen, het was alsof er een knop omging. Ik wist meteen, that's it. Oké. Okay. Ik bedoel, het uh, was geen toeval, ze wisten mijn naam. Ik werd, op werd tegengehouden toen ik de douane door was. Het was, het was klaar. Ja. En wat zeggen ze dan tegen je, wat ze hebben gevonden? Niks. Nou ja, toen kwam ik, kwam ik in een kantoortje. Ja, Zo'n zo kantoortje, van hier tot daar, twee bij drie, heel klein kantoortje. En daar zat een tafel en daar zat een, 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 een man in, een, een, een militair. Ook een cliché die je maar kan bedenken, die kan je erop loslaten. Ja. Met, een een Zuid-Amerikaans met zo'n met dikke snor. <laughs> met een, een triomfantelijk gezicht. En die was heel vriendelijk. Okay. Ik was zijn beste vriend. En dat was, ik, was, ik, kon, ik kon alles met hem delen. Hij was mijn... Ik was, vertel het maar. En, en op het bureau... En ik, en ik, ken, ik bedoel, ken ze niet, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar... Ja. Het lag er gewoon zo dik bovenop, weet je wel. Dat, uh, maar goed. En op, tas, op, op die tafels, daar lag mijn, mijn rode, ik zie het nog voor me, mijn rode sporttas. En, uh, en daar, daar kon je gewoon duidelijk zien dat daar iets in zat wat, wat, uh, ja, wat er niet in zou moeten zitten. Nee. nee, oh god. Nou ja, en toen kwam de, 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 de klucht van het verhaal. Dus ik, uh, is dat de vraag van, is dit van jou? Uh, is het van u? En uh, uh, ja... Ik dacht, ja, lieg heeft er ook geen zin. Dat, dat ga ik niet doen. Had ik in ieder geval toen door van, ja, ik had, dat, het heeft geen enkele zin. En nou, ze doen die, maken die tassen open en ze pakken die twee pakken wijnhalers eruit. Een rode en een witte. Ja. En uh, nog steeds hartstikke vriendelijk, zogenaamd. Uh, en die twee mannen die me hadden binnengebracht, die stonden nog in de deuropening. En, die, en, uh, en achter, die, achter dat bureau stond, was een plank en er stonden allemaal dingen op. In ieder geval ook een, een, een kleine stellage met... Om een reageerbuis. Oké, okay, waar is hij natuurlijk alle drugs gaan testen? Ze gingen ja. testen. Ja. En uh, wat doet die, uh, die, 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 die man, die, die pakt een reageerbuisje en die, en die tapt een beetje van dat pak van die witte wijn in zo'n reageerbuisje. En hij zegt tegen mij, dit is een uh, bewijs, als dit blauw kleurt, dan heb je cocaïne bij je. Dat zei hij, dan de, ja. de, dan je, nou, en hij, hij, hij draait het kraantje open. Maar ja, daar zat die cocaïne natuurlijk niet in. Nee. Die zat in een dubbele bodem als het ware. Dus die tapt en er gebeurt niks. dan doet het dopje erop en gaat zitten schudden en er gebeurt niks. Ja, dus weet. jij dacht nog, oeh, komen we er misschien met de sisser vanaf. af? Ja. Ja. Nou, er ja, zat dus niks in. Dus hij pakt een pak rode wijn en dan pakt ja. een ander buisje. En hij zegt: uh, als dit rood kleurt, dan uh, zit er heel ruïne in. Oh, ja. En ik dacht, ik, dacht, ik gaat rode wijn tappen, natuurlijk is het rood. Maar dit is, dit is precies wat er gebeurde. Hij tapt een beetje rode wijn, doet een dopje erop, hij schudt. en zegt, dit is rood, je bent bij deze gereceerd voor het bij je hebben van 7 kilo heroïne. Ook 7 kilo, super willekeurig dus. Nou ja, dat waren 3,5 liter en 3,5 liter is bij elkaar 7 liter. Ja, okay. Dus het was 100% heroïne en dat kwam in het proces verbaal te staan. Dat ik 7 kilo... Heroïne mee had? <laughs> ja. Wat bizar. Terwijl ja. het was dus rode wijn was. <kwijnt> ja terwijl die rode wijn ja. dus het kleur was de rood. ja dus die, zei je dan ook ja, dat ja, nog ja dan ja dan heb ja. ik iets over gezegd maar op dat moment moest ik mijn mond houden en, uh, en ja, ja en je weet natuurlijk wel dat je schuldig bent in de zin van je ja. kijk als je echt weet dat het wijn is dan ga je natuurlijk stemmen maar ik kan me voorstellen als het ja. moment dat ja. je weet ja maar er zit wel ik gewoon dacht nog die illusie van nou dat is mooi this will never stand in court weet je wel ja. als dit helemaal voor de rechter komt dan is het natuurlijk dat is maar ja, ja het is Venezuela het is Zuid-Amerika en dat maakt helemaal niet uit nee en heb dat, je dan nog wel in je hoofd zoiets van nou, het is hier zo corrupt het komt nog wel goed. Nou ja, die hoop is er natuurlijk wel, ja. 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 En dan word je meegenomen. Dus de vlucht terug is al geen optie meer. Wat je misschien aan het begin nog dacht, misschien kom ik er met de schissers vanaf. Dat sprankje hoop verdwijnt nooit. Nee. Ook al is het nog zo, against all odds, dit blijf, dat, dat hoop je altijd. Dat is eigenlijk wat je ook, wat, je ook, wat mij in ieder geval uh, uh, aan de gang ja. uh, uh, hield. Waar kom je dan terecht? eind van de middag toen ben ik met twee uh, uh, militairen meegegaan ik had nog honderd uh, gulden in mijn, in mijn, in mijn uh, broekzak zitten en um, ben gewoon wat gaan eten zeiden ook je gaat naar de gevangenis daar krijg je niks er is niks te eten dus uh, je moet eten meenemen en drinken en uh, ik rookte toen nog het uh, is verstandig om sigaretten te kopen en dus, die zijn bij mij meegegaan en we hebben die 100 gulden omgewisseld in, in de Venezolaanse uh, uh, Bolivares en uh, ik heb wat gehaald, ik heb geen idee meer. En sigaretten. En, uh, en ik heb die mannen getracteerd op een biertje, want dat is wat ze eigenlijk wilden. Yeah. En uh, ik ben gebracht naar een, een soort, uh, soort kaserne op het vliegveld, uh, waar een, 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 een matras werd neergelegd in een, in een hal. En daar mocht ik op gaan liggen slapen. Oké. Okay. Ik mijn, arm, mijn arm werd in een, in een, um, in een boei aan een, aan een soort verwarmingspijp of een waterpijp, iets van een pijp die langs. En daar heb ik geslapen. Ik was kapot. Dus ik ben vrijwel meteen hop in slaap gevallen. En dan daarna? En de dag daarna werd ik wakker. En, uh, en uh, toen de, de, allemaal procedures, ik moest naar een laboratorium. Ik heb kennis gemaakt met de, de consul uh, daar van Isla Margarita, de Nederlandse consul. De honorary Consul dus. En, um, ik werd officieel aangeklaagd. Ik moest naar de rechtbank, en daar was dat uh, het hele verhaal van die 7 kilo heroïne was verdwenen. En okay. dat, daar stond uh, 6, uh, 1 kilo, 996 gram was iets uit verdwenen. Uh, dat was in ieder geval geen 2 kilo meer. Um, en ik werd officieel beschuldigd ingesteld. Yeah. En toen in voorrest naar een Kleine uh, uh, politiegevangenis. En waar ga je dan? Je, kom je in voorarrest en dan ga je dus naar de gevangenis? Ja, ik heb ja. tien weken uh, in voorarrest gezeten. Welke gevangenis? Uh, nou ja, er is, uh, Isla Margarita is een klein eilandje. Ja. Uh, uh, en de, de hoofdstad is uh, La Asunción. Mm -hmm. En daar was een politiecel. Daar heb ik gezeten de eerste tien weken. Ja. En dat was heel klein... Uh, 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 Evengoed, behoorlijk gewelddadig. En daar, daar heb ik voor het eerst mogen proeven aan wat me te wachten stond. Ja. En gelukkig spreek ik Spaans. Dus ik, en ik ben verbaal redelijk, redelijk uh, uh, in staat om, uh, om een mannetje te staan. Dus ja, dat, 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 da daar heb ik tien weken gezeten. En, en daarna, toen was ik daadwerkelijk veroordeeld. Uh, dat is op zich al een verhaal aan zich. Uh, ik weet niet hoe lang je hiermee door wil gaan, maar we kunnen een paar uur praten. <laughs> ja. Maar dat, dat had geen tien weken hoeven duren. Want dat komt korter. Uh, nou ja, um, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen. En, en toch is het zo: die, de, de, uh, degene die mij daar te raad heeft gestaan, uh, van, die me heeft geadviseerd. Als hij helemaal in tegen was geweest, had hij tegen me gezegd: joh, Het heeft geen enkele zin om te procederen. Uh, je kunt beter gewoon meteen schuld bekennen. Dan krijg je de minimumstraf, dat is tien jaar. En dan, en dan gaan we zo snel mogelijk jou ja, proberen van Nederland terug te halen... Uh, van, uh, van Margarita terug te halen naar Nederland. Ja. Uh, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een, uh, mijn lijst gegeven met advocaten. Hij heeft tegen mij gezegd, ik mag je geen advies geven. Maar ik heb die lijst niet voor niks. Hier is die, kijk maar wat je ermee doet. En bovenaan stond een advocaat. En hij vertelde mij dat hij daar niet voor niks stond. Ja. In mijn relatie met mijn vader was heel slecht. Mm -hmm. Ik ben... Uh, uh, mijn vader was een... een um, zelf een, getra een getraumatiseerde man, of zelfs mijn vader was een, getra een getraumatiseerde man, ontzettend streng en ik heb die man ge gehaten op het bot. Dat is ook een van de redenen waarom ik, uh, waarom ik zo in de knoop zat met mezelf. Ik heb, hij heeft, hij heeft, uh, het was, nu weet ik dat het, ik ben zelf vader uh, mm -hmm. uh, ben. Ik heb toen op dat moment beseft dat mijn vader echt van me hield, want hij heeft me toen heel erg geholpen. Dat was het laatste wat ik heb verwacht. Wat wisten zij van jouw verslaving en schulden af? Niets, niemand wist dat. Het hele thuisgrond wist er niks van. Helemaal niemand. Dus ze zeiden überhaupt dat je daar zat. Of dat je dit ging doen. Het buitenlandse zaken heeft mijn ouders heeft contact gezocht met mijn familie, met mijn ouders, met mijn zus. Ja. Dus voor moet dat verschrikkelijk zijn geweest. Ze hadden geen idee van alles. Niets. Nee. Wat een, wat een ja. schok moet dit voor hen zijn geweest. Geweldig, ja. ja. Maar mijn vader was er. Oké. Okay. En. Um, het verhaal wat ik vaak vertel, omdat het voor mij... en Ik, ik, ik voel de tranen weer opkomen. Um, mm -hmm. de, 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 de console kwam na nou, de tweede of derde dag dat ik daar zat. De tweede dag, met eigenlijk, eigenlijk wel meteen. Het was begintijd van de mobieltjes. Okay. En hij had een mobieltje. En dan kwam in die gevangenis waar ik in voorrecht zat. En ik werd naar buiten gehaald in zo'n patio. En hij bracht, dacht hij, goede nieuws. Je vader belt straks. En het laatste wat ik wilde, was mijn vader te woord staan. Van alle, ik sluit mij maar op. En uh, ik dacht, ik ben kind af, zoon af. Wat uh, heb je met nou geflikt? Doodvallen kan je. Ja. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Mijn vader belde inderdaad. Mijn vader was een zeer betrouwbare man. Ja, als je zei dat die belde, dan belde ja. De consul neemt op. En hij geeft de telefoon aan mij. En ik zet mijn telefoon aan, aan mijn oor. En mijn vader die zegt: Peter, we verwijten je niks, we gaan je helpen. Dat was het eerste wat hij zei. En ik voel het helemaal weer komen. En het was het laatste wat ik had verwacht hier. Is. Ik was... Nou ja, dat, alsof ik water zag branden. Ja. Maar toen is de knop omgegaan. Het is wel alsof dat nodig was voor mij en voor hem... om in dit leven... Uh, 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 ons les te leren. Ja, en om, te om samen te komen misschien. Oh, precies. Ja. Want hij hield natuurlijk van mij. Alleen dat hij... hij, hij of natuurlijk, maar hij hield van mij... Mm -hmm. Alleen het, <laughs> Dat is exact de best way of showing it, zeg maar. Ja, en, dus dit was eigenlijk voor jou een moment. waarin al die pijn en alles van wat ik heb opgekropt. tot waar je misschien ja. dacht van. Hé. Hey. Ja. Ja, dit was de ommekeer in mijn leven. Ja. Zonder enige twijfel. Dat moment was voor mij. heel waardevol. Ja, dat was. Ik dat, uh, was nog lang niet. Maar toen is eigenlijk bij mij het besef gekomen. wacht even. Er klopt iets niet in hoe ik de dingen zie. Ja. Hoe ik mezelf zie, hoe ik mijn omgeving zie, hoe ik mijn gedachten uh, uh, beoordeel, hoe ik het zijn bekijk. Ja. En nu, zoveel jaren later, mm -hmm. als ik lezingen geef of als ik uh, 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 gastcolleges geef, dan komt dit, is dit altijd aan de orde. Ja. Want wat gebeurt er tussen je oren? En vooral met jongvolwassenen hierover praten is fantastisch. Mm -hmm. Want ik wou dat ik iemand had gehad toen in de tijd die een paar vragen aan me had gesteld ja. hierover. I ja. didn't have a clue. None whatsoever gewoon. En dat en, was dus heel belangrijk, even los van dit allemaal, voor jou als ja, persoon. Ja, voor dit. mij als persoon was dat heel ja. belangrijk. En, en twee dagen later was je er ook. Oké, okay, om je bij te staan. Om me bij te staan. Ja. En, 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 en even later is je ook bij mijn moeder gekomen. En mijn vader heeft dus die advocaten betaald. betaald. Ja. En dat was weggegooid geld. 20.000 dollar Down the drain. Oké. Okay. Dan komt natuurlijk het moment van de rechtszaak... waarin de uitspraak ja. wordt gedaan. Ja. En je weet, welke, ja, je weet wel een beetje wat er boven je hoofd hangt, toch? Of tuurlijk, heb je nog geen tuurlijk. idee? Nee, natuurlijk wel. Ja. Dat, 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 dat komt een proces. Mm -hmm. de, uh, uh, niet in de zin van de rechtszaak... maar gewoon, het is, het is een, een, een ontwikkeling. En waarin steeds duidelijker wordt... de kans op, op, op vrijkomen... dat is... Nul. Na die tien weken voor... Ja, juist, in ja. ieder geval, ik kwam bij proces. Ik kreeg die... Het was een formaliteit. Ja. En als die ik vind eerlijk was geweest... en die en die, en die advocaat, dan hadden ze dat van begin af aan gezegd... heeft geen enkele zin. Nee. Afijn, maakt niet uit. Dat is wat er is gebeurd. En, en na tien weken kreeg ik te horen... pats, tien jaar. Wat en, gaat er dan in je om als je voor tien jaar cel? Ja, en ik ben 36. Het nou ja, is vreselijk. Maar nog veel erger was dat ik was in die rechtszaak, in dat recht, in, in in gebouw, bij, die, in de, in de kanton, bij de kantonrechter, hoe het maar heette. En ik mocht bellen. Dus alle aardige uh, secretaresse die zei van, ga hey, ja, maar bellen, bel maar naar huis. Mm -hmm. En ik belde en ik kreeg mijn zus aan de lijn. En, en, en ik vertelde haar dat ik tien jaar had gekregen. En ik hoorde haar aan de andere kant van de lijn breken. Ja. Yeah. En dat, dat, dat is een van, de, een van de heftigste dingen. En ik voel als ik het vertel, ik voel hem weer. Weet je? Yeah. Dat was zo erg. Want wat ik, één ding is wat ik mezelf had aangedaan tussen aanhalingstekens, maar aan de andere kant van de telefoon, van de, aan de andere kant van mijn ja. leven, daar zaten mijn ouders en mijn zus. Ja. Die onvoorwaardelijk van mij hielden. Mm -hmm. En die, die hiermee moesten gaan dealen door mijn toedoen. Ja. Dat was vreselijk. Dat was echt verschrikkelijk, snap ik? Ik zie ook dat het je ja, ja. emotioneert. Ja, ja logisch. ja, ja. ja nou ja, inmiddels heb ik geleerd om dat, om dat, dat dat er mag zijn. Ja. Um, afijn, en toen dus, ja, tien jaar. Tien jaar, ja. ja. En je gaat naar, naar een hele beruchte gevangenis ook. Ja, ja een van de gewelddadigste plekken, die, die, uh, die uh, gevangenissen die er bestaan. Ja, wat kan je Bestond beschrijven doen, het niet meer. hoe het daarmee nou, je aan ja, ik toe kan ging. Ik kan je vertellen, ik ben bij de 32e moord ben ik gestopt met tellen bij de 32e mond, ja. die heb hebt gezien met eigen ogen? Ik, of of ja. heb gezien of waar, of waar ik uh, heel dichtbij was. Ja. Ja. Er waren daar bendes? Ja, dat was, ik, ik werd binnengebracht. Uh, die dag dat ik ben veroordeeld, dezelfde dag nog, werd ik overgebracht. En ik kwam binnen uh, en ik werd ondergebracht in paviljoen 4. Mm -hmm. uh, uh, en dat bleek achteraf dat er vijf paviljoens waren. 1, 2, 3, 4 en 5 4 en 5 was onze kant, zo, zo, dat, zo zijn we dat gaan noemen, dus waar wij huisden, onze mm -hmm. kant. Waar ook alle buitenlanders zaten, bijna alle buitenlanders. En uh, paviljoen 4 en 5 was een oorlog met paviljoen 1, 2 en 3. Oké. Okay. Letterlijk. Je kunt je niet voorstellen, de, de eerste dag dat ik, tijdens de, de eerste ochtend dat, ik daar, dat daar de deur van de, van de, van de ruimtes opgingen, waar ik overnacht heb, de eerste... Is van paviljoen 4. Het is erg moeilijk om te vertellen, want het is zo bizar, je kunt je niet voorstellen. Afijn, ik kom buiten uh -huh. en er zat een Engelsman, Dennis, dat is nog steeds een goede vriend van me. ik ben net getrouwd, hij was daarbij. Uh -huh. En um, ik wist, om een of andere manier wist ik dat hij dat Engels was. En ik, ben, ik heb hem gevraagd: mag ik bij je komen zitten? En ik zei: Ja, je zou er zitten. En, en, en toen hij zei tegen mij: Weet jij hoe dingen hier werken? Heeft iemand jou heeft iemand jou uh, uh, wegwijs gemaakt, hoe de, wat, je, wat de do's en de don'ts hier binnen? Ik zei, nou ja, eigenlijk niet. En hij begon mij dat een aantal dingen te vertellen. Hij zei, kijk niet, maar links daar op die bomstrong, daar zit uh, Moncho. Moncho is de, de big man, is de baas. Hij was de enige met een zonnebril op, want mm -hmm. de zonnebril was verboden. Maar hij had er maar één op. Hij was de big, letterlijk gewoon, de, hij was een angstaanjagende vent. grote vent, donkere kerel, uh, met een gra, stem als een graf. En uh, hij was de baas van vier en vijf. Oké. Okay. En Dennis zegt tegen mij, Joh, het, overigens allemaal. Uh, uh, um, maar één, één, één vloer, allemaal Hoe ja. zeg je dat? We uh, gaan de grond, um, ja. We de grond. En hij zei dan ook: kijk naar, kijk naar boven, naar rechts, kijk naar boven. En ik Verrek, er zitten mensen op het dak. En die hadden een muur gemaakt met, van, van stenen, van uh, boulders. En, 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 hij, en, hij, en ik kijk nog een keer en hij, verrek: die vent heeft een revolver in zijn hand. Zo'n glimmende revolver, die, die vent die dan boven zijn. Ik geloof boven niet gewoon. Een gevangene. De gevangenen. De gevangenen. Ja. Ja. En dus die stond daar. Dat was de bewaking. Hij was een van de, van de soldaten van onze kant. Die, die uh, de, in, omdat we in oorlog waren met de andere kant. Die was gewoon bewapend. Vies, ja. en, en voor ik het wist, ja, dit gaat veel te veel om, om te vertellen. Maar zo, en, op, en op een gegeven moment begonnen ze te schieten. Oké. Okay. Of naar de overkant. Ja. Pa, 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 Nou, Nu laten ze weten dat ze nog kogels hebben. Aha. Ja, dat is zo. En er werd teruggeschoten. En, over. en op een gegeven moment ging de sirene af. En dan kwam er een ratia. Want als dan, dat is een spel wat gespeeld wordt. Er zijn een hele hoop ongeschreven wetten. De politie, de, de, de bewakers, die bepalen niet wat er binnen gebeurt. Nee, want die beschermen jullie niet, niet. toch? Nee, de nee. bendes bepalen wat er ja, dus gebeurt. De ergens... bepaalde wat daar binnen gebeurt. Ja, ja, dus je moest daar ook in. In Die bende zit en wil je beschermd worden? Ja, ja, ja dat ja. is dat ja, Tuurlijk, dus wij moesten betalen. Ja, maar Dennis werd dus wel een goede vriend gelijk. Nou ja, niet gelijk, okay. maar Dennis zei een van de dingen die Dennis tegen mij zei was: ver, vertrouw niemand, okay. ook mij niet. Vertrouw niemand. Waarom zat Dennis er? Uh, Dennis zat er vanwege kooksmokkel. Alle buitenlanders zaten er vanwege kooksmokkel. Ja, alleen Dennis was een kaliber, ander kaliber, want die was gepakt voor 600 kilo. Oké, okay. ja, dat is wel next level. Ja. ja. De bewaking treedt eigenlijk niet op? Marginaal. Marginaal? Ja. En hoe, ja, hoe voel je, je dan, het leger breekt soms wel binnen? Ja, er zijn ook, als er te veel wordt geschoten of als er weer een moord is gepleegd. Er, zijn, als dan, dan, ja, er is maar één ding wat die gasten efficiënt deden, dat was bloed opruimen. Oké. Okay. En uh, nou ja, werd er een, de eerste keer dat ik dat zag gebeuren daar, de eerste moord die zag ik daar, er werd iemand die, die, die uh, een junk van bijna iedereen is, is verslaafd. Mm -hmm. En daar zorgen ze ook voor, want elke verslaafde levert meteen elk tientje in wat hij heeft. En uh, als hij dan uh, drie keer in de week bezoek, bizar. Um, dus zo wordt van alles nog wat binnengebracht. Nou, en een van die van die, van die, die had eigenlijk voordat hij überhaupt naar zijn, de, zijn, de drugsdealers had betaald. Had hij van het geld dat hij had gekregen weer nieuwe drugs gekocht bij een andere dealer en opgerookt? En tegen de tijd dat de, de drugsdealer kwam, bij wie, dus, bij wie die uh, En achteraf is iedereen hetzelfde, het was allemaal, als, allemaal Mancho die de, of Moncho die er. niet geld in de. Die, ja, tuurlijk, het gaat allemaal ja. via hem. En hij. er uh, wordt, wordt ook een voorbeeld gesteld. Dus deze, deze jongen die, uh, die kreeg de kans om te vluchten. Over de muur, want ons, de poort ging niet open. Je ja. moest over een muur om naar kantoren te gaan en zo. Het is te bizar. Ja. En dat heeft hij niet gered. Dus, dus, die, dus die baas, Moncho, zegt... Je, je, je schulden staan nog open, maar ik geef je nu de kans om te vluchten. Ja, en voordat hij bij de muur was, het was hij al, al dood. Was hij al dood? Ja, en dan wordt het dus. Dat nog... zie jij dus voor het eerst. Dan denk je toch, holy fuck, waar we ja, ik aan en, en toen hij dood was, werd hij nog eens een paar keer behoorlijk met, met messen toegetakeld. Zulke messen. bijna al die gevangenen liepen met zulke messen rond. Ja. Was je op dat moment, want jij, jij kampt ook met verslaving. Um, speelde dat op dat moment nog? Nee. Ik was gelukkig niet zo verslaafd. Dat ik, uh, dat ik het risico heb genomen om... dat ik dat risico heb genomen. Ik heb wel gebruik daarbinnen. Mm -hmm. Maar altijd binnen grenzen. Ik heb geen schulden gemaakt. En, en, ik heb dat, dat, of, en als ik schulden maakte... dan alleen een heel klein beetje. En ik wist bij wie. En ik wist ook zeker dat er weer geld kwam. Dus wat is marginaal. Ja. Dus um, nee, het risico was gewoon veel te groot. Ja. ja. Want je zag elke keer wat er gebeurde. Wat is het meest bizarre en heftigste... wat je daar hebt meegemaakt? Er is één moordpartij geweest... Dat was heel heftig. Uh, dat, want daar, dat werd, daar werd een, een, een les geleerd aan de, uh, over wat er met je gebeurt... als je praat over de, de, de big man. Ja? Ja, dat was, dat was heel heftig, ja. En hoe kan je ons meenemen in dat moment? Of, of hoe kwam je erachter dat, dat het daarom ging? Um, nou ja, dat dus was we, we, we sliepen Ik sliep toen in uh, wat wij paviljoen 4B noemden. Mm -hmm. grens aan paviljoen 4A, zeg maar. Uh, en, uh, ze hebben, zijn letterlijk door de muur heen gekomen, s'avonds. Ze hebben een muur gemaakt van 4A naar 4B. Zo'n zo, zo groot muur, met een, stang, met een stalen stang. Want die paviljoens waren van binnen afgebarricadeerd. De, de bewaking, als die binnen wilde komen, moest van binnen moest dat worden opengemaakt door de, uh, door de gevangenen. Oké, okay. een hele omgekeerde wereld dus. <laughs> ja. Als je dan voor het eerst in de keer, hè, wat, wat gebeurt daar nou? Ja, dus jullie er is zulke dikke stangen achter de deur, ja. <laughs> die we eerst moesten worden weggehaald als de bewaking binnenkwam. Maar goed. Ja, en die kwamen dus door de muur, kwamen die binnen. Hij, Moncho, kwam binnen met, uh, uh, met twee van zijn handlangers. Uh, het was duidelijk dat Moncho dronken was mm -hmm. en, en, en stijf van de kook. Mm -hmm. en, ja, en daar, daar, daar uh, ontstond een tafereel, wat ik bijna niet kan her hervertellen, want dat, dan, dan zou ik bij wijze van spreken vijf, elke vijf minuten moeten vertellen. Maar er werd eerst iemand, Corazon, uh, Spaans voor hart, dat was een, iedereen heeft nicknames. Wat is jouw nickname? Gitarre en dat stond voor gitaar, gitaar ja. ja. Of Pieter Rolanda, dat was ook nog een Deense Peter, ja. Pieter, Dinamarca en of was Pieter Rolanda of Pieter, de guitarre? Oké, okay. moment ja. kreeg ik een gitaar. De broer van Dennis kwam met de gitaar en die heb ik overgenomen voor, 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 een, voor een paar cent, nooit betaald. Mm -hmm. Ze kwamen dus binnen en, en Corazon had coke, of eigenlijk crack op de pof aan iemand gegeven. Mm -hmm. En het, degene aan wie dat had gegeven, had niet betaald. En daar werd Corazon werd daarvoor gestraft, want hij mocht niet op de pof geven. En Corazon die werd, die, die moest op zijn knieën gaan zitten op de grond. En die kreeg met zo'n zo mes, met, het, met het, het hef van het mes, oh. klappen. En, dat, en, en Corazon die was, zei geen niets. Hij, nee. wist, hij zat in een klem, want degene aan wie hij dat had gegeven was een neef van de, van de grote man, de baas van ons paviljoen. Die stond in de deuropening te kijken wat er gebeurde. Zei niks en hij kon hem niet verraden. En hij kon, hij kon dus niet de waarheid vertellen, want dan was hij een verrader. En hij kon alleen maar ondergaan wat er ja. nog gebeurde. Tot het zover ging. En hij was eigenlijk gewoon op sterven naar dood met die klappen die hij had gekregen. Dat Groenjo wiens schuld het was dat dat gebeurde, tegen Montje zei: Joh, uh, kom even, want ik, ik moet even met je praten. En toen bleek, heeft hij dus bekend dat hij degene was die hem daartoe had gedwongen om die crack aan hem te geven. Ja. Dus toen werd werd met rust gelaten. Toen hebben we het we, met, met, we gerepareerd. Hebben we dat hoofd uh, zo, zo goed als, als, we, als we konden. Hebben we die wonden uh, dicht genaaid. Maar toen was het niet voorbij. Toen werd uh, een andere uh, werd erbij gehaald. Het is, is een beetje verwarrend. Die heette Mancho. Dus niet Moncho zoals de grote baas. Maar Mancho. Ja, Mancho. En Mancho had een grote fout gemaakt. Die had in het openbaar slecht gepraat over de, over de grote baas. Uh -huh. En. Uh, die is uh, met zijn eigen lakens, waar ze een touw van hebben gemaakt, is die, hij moest op de grond gaan zitten. En wij zaten allemaal naast en we keken ernaar. Ja. En uh, hij kreeg een pistool op zijn hoofd, met de mededeling dat hij stil moest zijn. En hij wist, ik, ik heb die blik in, in Mantjons ogen toen, dat, uh, die zal ik nooit meer vergeten, want hij wist, dit is het, ik ga. Ik, ik ben zo direct, ben ik er niet meer. Terwijl hij daar op zijn knieën zat op de grond eh, met de pistool op zijn hoofd. En dat laken werd om zijn nek. En die twee uh, handlangers van Moncho die, uh, die trokken dat laken aan. En wij zagen langzaam maar zeker het, 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 het licht uit zijn ogen verdwijnen. Nou ja, ik heb weggekeken. Maar ik hoorde hem uh, uh, scheten laten en, ja. en, en, en poepen en, en pissen. Ja, van angst. Van angst en van ja. dat, dat hij ging dood en dat, dat, dat was het. Ja. En toen hebben ze zijn mond dicht genaaid. Ja. En toen hebben ze hem opgehangen. Aan de, uh, uh, naast, de, naast de deur. Omdat hij niet mocht praten. Als een soort van teken. Dit is wat er gebeurt als je praat. Jeetje en wij, wij, en het, ze vertrokken weer eerst. ging Mondje nog uh, wiet uitdelen. En uh, tegen de oudgediende van... Jongens, leg even uit aan die, uh, die, die yogis hier. Uh, wat hier gebeurd is. en waarom. En, uh, en wij hadden maar van: Oh, als dit maar, als dit maar het, het laatste het is. Laatste is en dat was het laatste en ze vertrokken weer door datzelfde gat... weer terug naar hun eigen paviljoen. En, en wij sliepen op de grond. Maar waarom zat zo'n grote baas dan ooit vast? Wat voor moord. Voor, moord, moord? Ja. voor, 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 voor Maar ja, ja, het is een, een heel klein eiland. Hij kwam van het eiland. Dus ja. al die bewakers, die, dat is allemaal één kleine familie. Iedereen wist wie Moncho is. En, en, die wist dus ook hij, als hij weer vrij komt. Nou ja, die ja. Moncho, Als je die hier... Als je, ze, hij werd op een gegeven moment vrijgelaten. Toen, toen brak de pleuris uit bij ons. Toen hebben ze, ik zat inmiddels in de keuken. Een hele, hele, hele verstandige beslissing is geweest. En, want het werd, toen hij werd vrijgelaten, werd het pas helemaal een puinhoop. Ja. En ze hebben hem teruggehaald, toen hij al vrij was, naar de gevangenis. Om met de gevangenen te praten en om daar weer een beetje orde op zaken te brengen. Dat het een beetje rustiger werd. Want er werd toen helemaal, de ene na de andere moord werd. Omdat iedereen die positie een beetje Juist, er kwam een machtsvacuüm. Ja, Mina. Je zit daar dan zo, hoe hou je jezelf op het been? Ik weet, er was op een gegeven moment, ik was nog in voorarrest. En uh, er werd op, een, op een avond werd een jongen binnengebracht. Door dezelfde bewakers die, uh, die de avond ervoor ons cocaïne kwamen verkopen... van een cocaïne die ze hadden afgepakt van een dealer op straat. Oh, en dat wilden ze daar nog... Dat ze ons verkopen, ja. Oh, wat de wereld op zijn kop daar volgens <laughs> ja. mij, ja. ja. Het is gewoon precies, dat is het erg. Het is precies wat je er dus bij voorstelt... Ja. als je denkt aan ja. zulke, zulke beruchte gevangenissen. Ja, ja. Jouw boek heet Aqua Verde. Ja. Um, ik, waar staat dat voor? Ja, Aqua Verde is um, als een code... Mm -hmm. Ik heb later over nagedacht hoe dat komt, maar er, 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 er is een, een soort uh, um, communicatiesysteem mm -hmm. tussen de gevangenen. waarin ze elkaar waarschuwen voor wat er gebeurt. Alles wordt voorafgegaan door het woord Agua, betekent water. Ja. Ik denk dat dat komt omdat je een A hardop kan schreeuwen. Dus ja. Agua! Ja. En dan volgt er wat de boodschap is. Agua kon dit of agua kon dat. Water met zus, water met dit. Als een bewaking aankomt. Agua kon Marina. Dan kwam marine eraan. Ja. Of, en Agua Verde, dat groen, dat was de waarschuwing voor. De, de, er is een, een ratia, Er komt ja. een razzia aan. Ze. Het leger. Ja. Ja. Van buiten werd de, de gevangenis uh, bewaakt door, uh, door de mannen in groen, door het leger. En eens in zoveel tijd, als er te veel stront was, of als er te veel werd geschoten of wat dan ook, dan uh, ging of de sirene af, of ze mm. kwamen zogenaamd onverwachts uh, uh, binnen. En overal op strategische plekken in, uh, in de compound uh, stonden mensen uh, gevangen op de uitkijk. Ja. Dus als die dat, en die konden ook over de muur kijken. En die konden zien dat ze, de groene mannen zich aan het formeren waren. En dan wisten ze, shit, er ze kan komen. Ik, ze komen. Ja. En dan werd geroepen, Agua Verde. Een van de dingen die Dennis, wat ik net vertelde, dat Dennis me uh, zei van dat is Mancho. Let op, dat is Moncho. Ja. Kijk naar boven. De mannen, hij zei, als je hoort dat mannen roepen, Agua Verde. Dan wat je ook aan het doen bent. Laat alles vallen en liggen en ren met iedereen mee die dan gaat rennen. Want op dat moment dat de Verde wordt geroepen, komt er een ratia. En dan verzamelen, verzamelen alle gevangenen zich op een kluitje achter op het sportveld. Ja. Uh, en zorg dat je daarbij hoort. Want ze komen schietend binnen. Ze komen gewoon schietend binnen. Ja. Is dit nog steeds daar aan de hand? Nou, deze gevangenis bestaat niet meer. Die hebben ze opgeheven. Waarom? Omdat, omdat het niet de handhaven was. Nee. Er was nog laatst in Ecuador, was op het nieuws twee weken geleden, dat, dat er ook zo'n enorme uh, hoop doden waren ja. in een gevangenis. Ja. Dat is heel vergelijkbaar. Is ja. al, het is, het is overal hetzelfde. Ja. Brazilië. Nog steeds? Ja. ja. Julian die werd binnengebracht en uh, dat was een yogi. Een, 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 ja, een hm. Ik denk dat hij 19 was. En die werd binnengebracht, die werd in een hoekje gegooid en die werd tegen de andere gevangenen waar hij met 20 of zo. Hij heeft een meisje van 14 verkracht. Doe ermee wat je ermee wil doen. Mm -hmm. en, en Julian, die werd echt. Dat, dat hij overleefd heeft, is een wonder. Maar hij is afschuwelijk in elkaar geschopt. Ze hebben over hem heen staan pissen, over hem heen zitten schijten. Ze hebben, hem, en ze hebben, ze hebben voor God gespeeld, zeg maar. Ze hebben hem mm -hmm. gekasteid. En ik was dan nog samen met een andere Nederlander. En die zei op een gegeven moment tegen mij: Patty moet meedoen. Als je niet meedoet, dan, 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 dan daal jij in hun achting, dan hoor je er niet bij, dan ben je een zwakling, dus je kunt, je kunt je hier niet aan onttrekken. Maar ik kon dat niet. Nee. Ik, ik, ik kreeg dat gewoon niet voor elkaar. Die jongen, die is de dag erna, uh, kwamen, ze, kwamen ze weer binnen, diezelfde bewakers natuurlijk, met de mededeling, foutje, sorry, uh, foutje, bedankt. En Julian mocht weer gaan en uh, het was een ander geweest die dat meisje had verkracht. Oh nee. Ja. En ik weet dat ik toen op een gegeven moment, ik lag op beton, ik sliep op, op, op oh, dat dat Ja, echt afschuwelijk. Yeah. Echt, echt afschuwelijk. Yeah. En ik dacht, ik lag daar op te liggen in de stank tussen de kakkelakken en tussen de stront en de pis, want het was niet, niet te harder. Mm -hmm. En ik dacht, eigenlijk ben ik wel oké. Okay. Yeah. En dat is een van de dingen die. die, die dat is de ommekeer toen ik met met dat mijn vader uh, me liet zien dat hij daar, als het echt deed, dat hij er was. Yeah. Want ik was alleen. Mm -hmm. Peter, die zat daar, ik hoefde geen, geen voor niemand iets op te houden. Nee. Ik was, ik was daar alleen maar met mezelf. Ja. Dus ik hoefde het hele systeem wat ik had aangeleerd aan kopingsgedrag en aan sociaal wenselijk gedrag, waarvan ik dacht dat sociaal wenselijk was, van hoe ik moest zijn, dat deed er ineens niet meer toe. En dus het enige wat toe deed was, wat gebeurt er bij mij binnen? Ja. En, ik, en, en toen begon ik langzaam maar zeker wakker te worden: oké, okay, eigenlijk ben ik oké. Okay. Mhm. Mm en dat hielp me op de been, in combinatie met het feit dat ik binnen afzienbare tijd uh, vrij zou komen omdat ik Nederlander was geworden. En dat was wel helder, want ik heb ook andere Nederlanders zien gaan. Ik was gelukkig in de jaren negentig Nederlander geworden, want mijn ouders wa uh, zijn allebei Duits. Mijn vader leeft niet meer, maar mijn ouders waren allebei Duits. Ik ook. Mm -hmm. En in de jaren negentig, toen ik klaar was met mijn muziekstudie, toen dacht ik, nou, ik word Nederlander. Ik ben meer Nederlands dan iets anders. Ik wil gewoon stemmen. En ik wil een Nederlands paspoort. En gelukkig heb ik dat gedaan. Want als ik Duits was geweest, had ik tien jaar uit moeten zitten. Ja. ja. Zo. En de Nederlandse staat heeft met bijna alle landen van de wereld een, een verdrag. waarin staat dat als de drie partijen die ertoe doen dus de gevangenen de, 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 de een partij is de gevangene, de andere partij is het land waar je gevangen zit en de derde is de Nederlandse staat. Als alle drie partijen dat willen, dan mag je hier straf uitzitten in Nederland. Oké. Okay. Dus ik heb besloten om, uh, om niet te settelen. Elke dag kon de laatste zijn. Ja, want wist je al wanneer je naar Nederland terug zou kunnen? Nee. Oké. Okay. Nee. De papierwinkel die moest geregeld worden om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Yeah. Wij zijn gemeente in Nederland. En, 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 dat is, dat is, als er op een of ergens staat de bus komt om half twaalf, dan komt die bus ja. om half twaalf. En als je vijf minuten later bent, dan worden we helemaal. Ja, maar daar is maar het ja. natuurlijk. Ja, als er een bus komt, is het mooi. Ja. <laughs> en zo was het ook met die, met, met die papierwinkel. Ja. En op een gegeven moment wist ik, oké, okay, alles is rond. Het enige was nog was wachten op, op het laatste signaal en op een ticket. Ik kreeg te horen over een maand. Ah. Dus toen hebben we, dat was in april, eind, eind april, dan en dan en dan, die dag ga je. Ik weet niet meer precies welke dag, maar in ieder geval, we hebben vier weken toe geleefd naar dat moment. En ja. de, de, de consul was geweest en die zei, was bekend, als je, als je ging, als je zou gaan gaan, dan moest je je mond houden. Want de, heel veel mensen werden vermoord vlak voordat ze werden vrijgelaten. Waarom? Afgunst. Jaloezie. Jaloezie, uh, want dan kan het nog. Ja. Dus als ze feten zijn of wat dan ook, dan, dat, was gewoon, dat was een gegeven. Ik heb het ook aan niemand verteld. Nee, dat ook risico aan, is te groot. Nee, is te groot. Yes. Ook niet aan Dennis. Nee. Dus wij kregen te horen: morgen gaan jullie, morgenochtend worden jullie gehaald. En die dag was er een koep. Of een koep poging. Ja. En op het allerlaatste moment kregen we te horen dat het er niet doorging. Oh, en, de teleurstelling. Ja, dat is afschuwelijk. En toen heb ik de enige keer dat ik, dat ik in mijn eentje op de play heb gezeten, dat ik. Dat ik dat ik heb zitten janken. Het was, het was in mijn hoofd, was het over. Ja. En hoe kregen we het te horen, het, gaat, het is over vier weken. Oké. Okay. En dat geloof je dan niet, dat wie dan, dan ga je beschermen tegen. tegen ik ging mij niet, en met mij de andere ook week zeker. Beschermen tegen, uh, tegen weer een desillusie. Ja, dat geloof je dan niet. Nee, je denkt pas als ik in het vliegtuig zit, is, is het zeker. Ja, ja. Ja. precies. Ja. Maar gelukkig, die vier weken daarna. Toen gebeurde het wel. Ja. En hoe ja. was dat moment? Nou ja, dat is heel bizar. Ja. Heb je daar twee jaar gezeten? Bijna twee jaar, ja. ja 21 maanden. Uh, S'ochtends was iedereen nog aan, aan, aan zijn kant waar hij hoorde te zijn. En uh, wij, uh, wij, ik werkte in de keuken. Uh, en wij uh, mochten s'avonds <laughs> langer uh, opblijven, langer buiten blijven. Omdat s ochtends al heel vroeg begonnen met broodjes smeren met onze vingers. Nou ja, en, en uh, uh, dus ik was in de kantine uh, van, de, van, de, van de bewakers waar ik altijd was. En, en uh, daar kwamen soldaten van buiten. Die kwamen mm. ons halen. En uh, dat, dat moment dat, dat, dat we daadwerkelijk naar buiten liepen, dat zal ik nooit vergeten. Want Dennis die stond met, met uh, een aantal andere Europeanen uh, aan het hek. En die, en die zagen het gebeuren en die zwaaiden. En dan nog hoor, dan nog is het, het pas nee. in het vliegtuig. Toen het, want, want, werden we werden vanaf het eiland naar uh, Caracas gebracht, naar de hoofdstad. Daar hebben we hebben dan de hele dag in een, in een kleine cel gezeten. En toen, uiteindelijk werden we door de Nederlandse C opgehaald door vier ja. Nederlandse maritiem in Burger. Uh, en die waren hartstikke vriendelijk. Ja, wat er raad... dan een last van je schouders oh, dat ja. was Dat was zo geweldig. Hoe voel je je dan? Voel, dan heb je weer ja, hoop. Koning ja, koning te Maar dat is onbeschrijfelijk. Ja. Ja, het, ik, kan, ik kan het eigenlijk gewoon niet uitleggen. Nee. Kun je er wel een beeld van maken. Want het, ligt, het zit natuurlijk in het contrast. Ja. Dat iemand je vriendelijk je begroet en, en niks van je wil. Ja, want daar was natuurlijk alles van... Oh, wil je dit? Maar dan moet je wel dit doen. Ja. Het is allemaal voorwaardelijk, ja. 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 Alles is voorwaardelijk. Ja. Alles. En dan kom je in Nederland aan. En toen kwam ik in Nederland. Toen werd ik, uh, kwamen we op Schiphol aan en uh, heel snel uh, naar de rechtbank gebracht uh, in Amsterdam. Officieel aangeklaagd. Mm -hmm. En uh, toen werd ik naar Haarlem gebracht, naar de koepel. Oké. Okay. Ik had een eigen cel. En die deur die ging op slot. En voor het eerst in, in, in al die tijd was ik veilig ja kon je rustig slapen kon ik slapen ik had een ja. ik had een bed ik had een bed het ja. waar, waar sliep je eerst op op een ja, op, op een heel dun matrasje oh, ja. uh, met zo uh, uh, zo met veel man natuurlijk ook op een kleine plek ja ik was ik was ik was uh, ik was fel uh, ik, ik was toen ontzettend afgevallen en uh, uh, maar ja ik was koning te rijk ik mm -hmm. had een eigen bed ik had een eigen plek ik kon okay. scheiden zonder publiek Ja. Ik kon het water drinken en dan lag een pak ziek. Ja, wat heb je veel ziektes gehad en en je slecht gevoeld nee, daar? Nee, dat 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 viel nog mee. Want veel uh, mensen gaan ook gewoon dood aan het feit dat er gewoon uh, geen uh, 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 hygiëne uh, ja. is en wonden en uh, ja, ja. virussen en zo. Ja, ik moet nu denken aan een aan, aan, aan Canadees Chino die noemde, die zag eruit een Chinees. Was, ik ben zijn naam vergeten. Mijn noemde hij, hij werd Chino genoemd, de Chinees. Mm, uh, yeah. uh, uh, en die is gewoon gekrepeerd. die was ziek. En die had uh, een maagsfeer of iets wat erop lijkt. En, en niemand geloofde hem. Okay. En hij is in elkaar gezakt bij de deur, bij de bewakers. Jongens, hij was aan, aan het creperen van de pijn. Van, breng me naar het ziekenhuis, breng me naar het ziekenhuis. En hij is in elkaar gezakt. En, uh, niemand en... bracht hem? Nee, dat was het. Jammer ja. dan, opruimen en weg. Oh, het is echt, gewoon eigenlijk ja. echt alles, al het erge wat je je kan voorstellen, gebeurt <laughs> daar dus gewoon echt. Ja. ja. En dan ben je in Nederland. Hoe gaat het verder? Waar, Waarna komt het moment tot je vrijlating? Maar ja, toen was hier de rechtszaak, de rechtszitting hier in Nederland. En de, de, ik had een fantastische advocaten. Je mm -hmm. uh, krijgt een Prodeo-advocaten. En om lang van kort te maken, na, zes weken, uh, na drie weken al, sorry, kreeg ik te horen, meneer Goeman, dat het keurig op de deur geklopt. Ja. Uh, u kunt gaan. Dus ik heb hier nog drie weken gezeten. En ik had voor mij, ik had hier nog maanden kunnen zitten. Dat had ik echt helemaal prima gevonden. Ja. Hoe was dit moment dat je dan weer? Ja, heel, heel surrealistisch. Ja. Het was prachtig weer. Ja, en uh, het was juni. En uh, ik stond buiten en ik heb nog mijn vader kunnen bellen van, uh, van ik ben vrij, kom je me halen? En, en uh, hij woonde toen met mijn moeder in Amsterdam, dus dat duurde even. Ik zat in Haarlem. Ja. En ik heb op een bankje gezeten. En ik had ook een telefoonkaart. En er was een telefooncel. Ik heb mijn zus gebeld dat ik, dat ik vrij was. En, uh, Mooier belletje dan dat ene belletje. Ja, ja. nou. nou. Ja, ja. Groot ja. contrast. Ja, behoorlijk, ja. 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 En toen begon het leven weer. En dat is, dat is natuurlijk ook heel gek. Kan je dan je drijver vinden in het leven na zoveel ellende die je hebt meegemaakt? Nou ja, ik heb, wonder over wonder, heb ik dat heel snel van elkaar gekregen. Ik, ik, had, ik werkte al part-time uh, uh, bij een alarmcentrale bij SOS International. Ondanks mijn verslaving ben ik altijd blijven werken. En ook in, in tijdens muzikant kon ik het prima combineren. Mm -hmm. En zij hebben mij meteen weer aangenomen. Oké. Okay. Dus mijn allergrootste zorg, namelijk hoe kom ik aan een inkomen? Was, was letterlijk twee dagen nadat ik was vrijgekomen, was ja. die weggenomen. Wat hadden zij niet? Want hoe gaat de samenleving daarmee om? Want dat is natuurlijk iets dat mensen denken: ja, je hebt, weet je wel. Dus. Nee, mijn ouders drugs hebben drugs gesmokkeld. Uh, ja. Weet je ja, wat, ik kan me voorstellen ja, dat, ja. dat je zoveel yes, yes. vooroordelen en, en ja, meningen. Ja, 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 nou ja, dan had ik me natuurlijk, ik had alle tijd gehad om me daarop voor te bereiden. Ja. En mijn ouders hebben één ding heel goed gedaan: ze hebben uh, open kaart gespeeld. Van begin af aan mocht iedereen weten wat er aan de hand was met mij. Ja. Waardoor ik niks had op te houden. Nee. En ook op mijn werk wisten ze precies wat er aan de hand was. En uh, ik, ik, toen ik daar kwam en uh, ik sprak toen mijn, mijn, de, mijn leidinggevende. Van daarvoor, ik, uh, ik had nog zijn een telefoon, maar wist ik al uit mijn hoofd. En ik heb, mm -hmm. ik, Niemand wist dat ik terug was en ik belde hem op. Hij zei, Jezus, Peter, weet je, hoe gaat het met je? Wat geweldig dat je belt. Hij dacht nog dat ik daar zat. Oh, ja. dus ik zei, ja, eten, ik sta beneden. Ik zei, oh man, ik kom eraan, ik kom eraan. En hij kwam beneden en, hij, en toen in die tijd mocht je nog roken binnen yeah. <laughs> in kantoor. En hij zei, voordat we naar boven gaan, even een peukje doen, even, 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 even praten hoor. En nou uh, ja, uh, hoe gaat het met je? En de tweede vraag die hij stelde was, kom je weer werken? Ja, helemaal niet met... En dat, en dat zegt natuurlijk iets over, over hun en over dat bedrijf. En het zei ook wat over mij. En ja. over het vertrouwen dat ze hadden in mij. En over uh, uh, de manier waarop zij naar mij keken. Ja. Op dat moment dat ik wist, ik heb weer een inkomen. Niet meteen, ik mocht nog een paar mm -hmm. weken vrij nemen. Maar ik wist gewoon, ik kan weer... Bouwen aan mijn leven. Ja. Ja, dat was dat was natuurlijk het alle allerbelangrijkste. Ja, er is weer licht aan het einde van de tunnel. En ik had ja. natuurlijk met een heel ander beeld naar mezelf leren kijken. Ja. En de band met je vader was hersteld. De band met mijn ouders, maar met mijn vader was hersteld. Dus het was dat was, toen begon als het ware een nieuw leven. En de verslaving, hoe was het daarmee? Nou ja, de, de cocaïneverslaving heb ik vrij, vrij snel heb ik dat uh, daar afstand van kunnen doen. Ja. En dat is vrij simpel tussen handelingstekens. want je kunt je onttrekken aan die wereld. Ja. En uh, wat ik niet wist toen, en nu des te beter, was dat de alcoholverslaving, die er eigenlijk al die tijd ook is geweest, mm -hmm. die, uh, die heb ik gewoon weer opgepakt waar, die, waar ik hem had achtergelaten. En mijn ja. vader was alcoholist. Okay. Er werd bij mij thuis altijd gedronken. Ik ken mijn vader niet anders dan met een glas bij, uh, wijn of bier of ja. Een even. ja, Want vaak gaan verslavingen ook gepaard, natuurlijk. Ja. dat dus was vaak koken ja. en alcohol, is een hele bekende ja, 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 ja. combinatie. Abs ja. Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. Tu tuurlijk, toen ik de eerste keer cocaïne heb gebruikt. Was ik dronken ja. en ik was in een enkele bij. Het ja. was voor mij. eigen van Columbus kon ik nog meer drinken. Ja. En hoe pakt hij dat? Of Waarin realiseerde hij van dat is dat wordt nu de grootste uitdaging om ook de verslaving uh, mag te worden. Nou dat ja, was het was, op dat moment was het gevaar van de verslaving aan cocaïne was niet weer afglijden op diezelfde langs diezelfde helling. Ja. En dat kon ik gewoon daar laten. Mm -hmm. um, dat is niet zonder hort of stoter gegaan, maar dat kon ik, dan, je kunt je aan de wereld onttrekken. Ja. En um, alcohol niet. Alcohol is overal. Ja. Ik bedoel, je zet de tv aan en er wordt gedronken. Je, de eerste beste uh, uh, restaurant loopt binnen. Overal wordt gedronken. je wordt ook aangemoedigd. We hebben... En alcohol is natuurlijk een, een harddruk. Je kunt je in één klap dood drinken. Mm -hmm. Er zijn een aantal criteria waar het aan voldoet. Natuurlijk ben je niet meteen. Als je kookt net, ben je niet meteen dood. Maar hoe ben je dan van die verslaving afgekomen? Of? Ja, dat, dat was een heel ander verhaal. Ja. Want daar ben ik pas jaren later. Ben ik, ben ik, bleek dat echt een probleem te zijn. Oké. Okay en ik ben uh, heel snel heb ik mijn, mijn toenmalige vrouw uh, leren kennen of die, die die dat was een collega mm -hmm. en binnen een jaar tijd was ze zwanger en zijn we getrouwd en 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 begon het leven lachte me aan alle kanten toe en ik ging muziek maken en ik speelde in allerlei bands en was ja. fantastisch ging met leven ging echt ja maar ik ging wel steeds meer drinken ja. en er is een, een fenomeen dat heet een codependency. ik was uh, um, ik had natuurlijk geleerd van thuis om te drinken maar toen mijn vader overleed toen wist ik 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 moet Stoppen. Ook ja. met drinken. Uh, voor die tijd was het echt niet aan de orde. had ik hem geconfronteerd met zijn alcoholprobleem. Oké. Okay. Uh, ik weet nu dat het zo werkte. Ja. Ik was me er toen niet van bewust. Maar toen hij overleed, uh, en, en toen was ik te verheen. Ik kon niet meer stoppen. Ik wilde wel, maar kon niet. Ik heb toen een paar maanden op, puur op kracht ben ik gestopt met drinken. Ja. Om, ook om mijzelf en de omgeving te bewijzen. Zie je wel, ik heb geen probleem. Mm -hmm. En toen met kerst heb ik weer één glas wijn gedronken. En tweede kerstdag twee. En met oud nieuw was ik weer ja. lost. En op een gegeven moment in maart uh, is er iets gebeurd. En toen zei mijn vrouw, Peter, je moet echt stop met drinken. Als je nu niet stopt, ga ik bij je weg. En ik wist dat ze het meende. Mm -hmm. en, ik neemde, en, en ik wist, dat wist ik, en ik had twee, twee dochters, twee plaatjes van dochters. Mm -hmm. Godzijdank nog steeds een hartstikke goede band mee. En, uh, uh, die, die jongens is net 18 geworden en Conchita die, uh, is 19. Dat, dat wilde ik natuurlijk niet kwijtraken. Nee. En ik ben toen op maandagavond naar de AA toe gegaan. En ik heb één terugval gehad. Maar ik ben toen gestopt met drinken. Ja. Dankzij de AA. En dankzij dat hele proces. Wat daar. Wat daar uh, uh, want ik ben natuurlijk in allerlei therapieën heb gevolgd. Ja. En ik ben daarvoor gaan zorgen. Om erachter te komen: wat is daar gebeurd? Ja, de wat de gebeurt er met verslaving? Want er, ik ja. bedoel, als je helemaal terug gaat naar het begin van het verhaal. Ja. Um, waar ik, waarin ik ook op benadrukt van het smokkelen van drugs, weet je, dat is zoiets heftigs. Maar wat is wel interessant van dit verhaal is, omdat je dus zo duidelijk ziet wat verslaving dus met je doet, dat je eigenlijk ook een beetje blind wordt voor de gevaren ja, ja, ja. van hetgeen wat jij denkt dat misschien al je problemen gaat oplossen, weet je. Het ja. is natuurlijk allemaal een gevolg geweest van dat je, denk ik, in je hoofd niet helder nadacht. Ja, de, ja. Ja, ja, ja. Wat zou jij de luisteraars willen meegeven met jouw verhaal en alles wat jij hebt meegemaakt? Oordeel niet. Mm -hmm. Oordeel niet en dan, of, of veroordeel niet. Veroordeel jezelf niet. Word je de, wees je ervan bewust of kijk naar jezelf. Als je verdrietig bent, als je boos bent, als je, als je bang bent, als je wat dan ook bent. Of haat voelt. Of, ha ja. of haat voelt. Mm -hmm. Kijk daarnaar. Gun jezelf... De afstand om er naar je te kijken zonder dat je, de, dat je daar een oordeel over hebt. Ja. Want ik mag niet verdrietig zijn, is veel erger dan verdrietig zijn. Ja. Ik mag niet pijn hebben of ik mag niet whatever, boos zijn overigens. Mm -hmm. is, dat is natuurlijk, dat is fnuikend. Want ja. dan, 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 dan kom je in een cirkel terecht van zelfveroordeling over iets waar je geen controle over hebt. Ja. Waardoor er een, er, een, er een systeem plaatsvindt. van, van uh, wat, wat per definitie zich tegen jou zelf verkeert. Ja. Het heeft me natuurlijk gevormd. Mm -hmm. en, uh, en ik ben blij dat het gebeurd is. gek <laughs> genoeg. Ja, omdat het voor jou heel veel heeft veranderd. Het heeft voor mij heel veel veranderd. Maar het heeft mijn ogen geopend. En uh, ik heb het Het heeft. Het, het heeft iets met me gedaan. Ja. ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Ja, vrijheid voor mij persoonlijk betekent. Uh, uh, zelf bepalen wanneer ik opsta. Mm -hmm. Hier naartoe kunnen komen, en mijn auto voor de deur parkeren en, dat het, 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 en het, met, vrij, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weten dat die auto straks wel daar staat. En, en dat ja. ik dit gesprek met jou kan voeren en dat ik. Rust heb ook. Precies. En ja. dat ik naar je kijk en, en ja. contact met je heb en ik hoef niet te denken wat. wat wat, wat, wat volgt hier of uh, ja. wat, wil, wat, wil, wat wil, hier is wil je iets van mij? Ja, er... Ligt er wapens ergens? Ja, is ja. Er, ja, ja, ja. precies. Ja. 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 Ik wil je bedanken uh, voor het delen van je verhaal. Um, en voor de luisteraars ben ik er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Dus blijf dat checken. En als je er meer voor weet, kan je natuurlijk het boek lezen: Agua Verde. Maar jij spreekt het in beter Spaans uit. Hoe zeg je dat? Agua Verde. <laughs> ja, ja, dat is beter. Ja. Ja. Oké, okay. ondertitel is vast in Venezuela. Ja, precies. Top. Nou, dankjewel. En uh, tot volgende week, jongens. Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.